Jongere mensen, super dat jullie kijken in deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. In deze video gaan we een keer wat anders doen dan normaal. En ik heb daarvoor ook mijn telefoon nodig, dus we gaan een keer niet op de PC spelen natuurlijk. We gaan een superleuk spelletje spelen op de telefoon. En het spel heet OSM, oftewel Online Soccer Manager. Dat houdt dus in dat het een voetbalspelletje is. Soccer Manager, hè, soccer is voetbal in het Engels. Dus voor de mensen die heel erg fan van voetbal zijn, check dit spel uit. Deze video is ook gesponsord door OSM. Dus check zeker even de downloadlink in de beschrijving uit. En dan gaan we gewoon even in de game duiken. Let's fucking go. Oké, we zijn dus lekker op mijn telefoon aanbeland. Ik heb ook de schermopname aanstaan. Dus jullie kunnen ook als het goed is mijn beeld zien. Dit is eigenlijk wat je ziet als je het spel opstart. En je ziet natuurlijk je teams. Ik heet natuurlijk Gerard, laagstreepje, 104. Ja, mijn naam Games4Real is altijd wel in gebruik. Dus ik kan bijna nooit mijn eigen naam doen. Dat is wel jammer. Maar hey, Gerard is ook een super dope naam. Dus shout-outs naar alle Gerards die kijken. Alright, we gaan gewoon gelijk denk ik naar onze team toe. En ons team die ik heb gekozen is Feyenoord natuurlijk. Ik ben niet per se nu helemaal in de voetbal zien. Maar Feyenoord is wel de club waar ik voor ben als ik voor een club moet kiezen. Ik vind Ajax, PSV, ik vind alles prima. Wat de kampioen wordt, maakt me ook geen flikker uit. Ik vind gewoon Feyenoord, ik ken daar de meeste spelers van. En vroeger was ik daar wel heel fan van. Dus ga gewoon lekker op Feyenoord drukken natuurlijk. Want ja, we moeten wel even een gek team gooien natuurlijk. Studio OSM, mooi loading screen natuurlijk. Speelronde 11 van de 39. Alright, dit is een wedstrijd. Ik denk dat we gelijk gewoon in de wedstrijd moeten gaan duiken of zo. Skip wedstrijd. Ik kan doorgaan of een wedstrijd skippen. Oké, laten we even op doorgaan drukken. Nu kan ik als het goed is een wedstrijd zien. Dat is wel leuk. Oké, we moeten tegen Willem 2. Dus qua statistieken moet ons team veel beter zijn. Dat zie je gewoon. We hebben natuurlijk Van Persie erin. Ja, hij is... Jammer dat hij weggaat trouwens. Dat hij gaat stoppen met voetbal natuurlijk. Maar oh dear, wat een goede voetbal is die guy. Alright, we gaan op doorgaan klikken. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we nu een wedstrijd gaan spelen. Ja, voorbeschouwing. Oké. Wat een affiche. Feyenoord versus Willem II. En het is een mooie dag om presentator te zijn. Inderdaad, ja, op zich Willem II denk ik dat we die wel easy hebben. Deze wedstrijden zijn wat het voetbal mooi maakt. Alleen ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie voetbalmatch. Oké, helemaal mee eens. Hier hebben we allemaal op uitgekeken. Onze commentator zegt dat de spelers het veld opkomen. Ai, oké. De wedstrijd gaat beginnen. Ik kan op start wedstrijd drukken. Dus nu gaan wij dus tegen Willem II voetballen. Dat is wel geinig. Oké, eerste helft. Ik denk dat de time watch betekent hoeveel minuten er gaande is. Dus het is nu 15 minuten, denk ik. Oké. Martina laat de scheidsrechter geen keuze. Gele kaart. We hebben Martina, wat de bro. We hebben nu al een gele kaart. Oké. Crowley heeft net een kans gemist. Nou, hey, chill voor ons natuurlijk dat hij er niet in is gegaan. Die voorzet van Achevai. Jee. Ik ben zo slecht met namen. Oké, ze hebben nog een schot gegooid. En hem, onze keeper. Knappe kopbal van Sadiki. Dit soort goals zie je graag. Was het een goal? Fuck, we staan achter. Shit, ouwe. Wat? Die corner draait gevaarlijk hier. Fuck, ouwe. We staan achter, jongens. Dit is niet fijn. Alright, nu hebben ze wel gemist. Dus dat is chill. Kom op, Feyenoord. Kom op, bros. Nu moeten wij even in een actie gooien. Oké, we staan dus wel nu al 1-0 achter. Dat is minder fijn. Corner, goede blok. Ayoub komt vrij. Oké, schot van ons. Gaat hij erin? Oh, oké, ik dacht een blauwe kruis, maar natuurlijk, dat is natuurlijk omdat wij dat zijn. Helaas, oh shit, Ayoub had wel een kans. Ik hoop dat we gewoon sowieso die 2-1 minimaal moeten. Willem 2, kom op jongens, kom op. Ayoub heeft, oh shit, die heeft nu al blessures, dus die moet nu al gewisseld worden. Verdorie, alright. Kom op jongens, hé, hey, alsjeblieft, maak een goal, gast, maak een goal. Alright, gele kaart voor Willem 2 uit. We hebben weer een kans gemist, jongens. Kom op, even Feyenoord, huppakeetje. Het is nu alweer rust. Nou, we staan 1-0 achter. Dat is best wel kut. Kom op, jongens. Even die... Sowieso die... Gast, we moeten toch wel winnen tegen Willem 2. Kom op, jongen. Feyenoord. Gast. Prachtige steekpaas van Van Persie. Burger komt oog in oog met de keeper. Wat wordt het? Minder fijn, ouwe. Weer een kans gemist. Burger. Gast. Knap gedaan van Burger, maar de keeper krijgt hulp van de... Shit, dat ging net weg. Prachtige steekpaas van Martina. Oké, weer een kans. Oké, kom op. Kom op, deze moet erin gaan. Kom op, alsjeblieft. Jongen, oké, ik zie nu al dat we echt op onze schoten op goal even wel moeten verbeteren. Want dit slaat nergens op. We hebben al letterlijk 3 kansen gehad op goal dat we tegen de keeper aankwamen. En we hebben gewoon letterlijk niks geraakt. Dat is wel minder fijn. En hun missen ook. Nou, dat is wel chill, want als we weer achterkwamen staan. Oké, ik spoel heel even ietsjes door. Even natuurlijk er wat snelheid in. Oké, we zitten op 61 minuten. Mooie aanval van Growly. Eindstation met een... Weer een kans. Waarom krijgen hun alle kansen? Nou, hun missen natuurlijk ook. We moeten gewoon even dat schot raken. Oké, ik spoel nog 1 keer ietsjes verder door. Oké, we moeten gewoon die gelijkmaker sowieso maken. Dat moet toch wel kunnen, jongens. Even zeggen, weer een kans gemist. Klaasie, wat doe je, bro? Ik had vertrouwen in je. Hun hebben natuurlijk ook weer een kans gemist. Ze zijn wel veel kansen, though. Oké, we hebben gewoon... Kan je ons iets meer vertellen over het spel van Feyenoord? Nou, ik vind dat ze behoorlijk ruk hebben gespeeld als ze van Willem 2 met 1-0 verliezen, hè?
Verdomme ouwe. Bedankt voor het kijken en schakel morgen weer in voor de volgende wedstrijd. Eit. Nou, dat is een lekker begin van de video. We hebben gewoon letterlijk de eerste match gewoon verloren. Like. Oké, we moeten wel echt legit echt gaan verbeteren daar. Oké, hey, 1,5 miljoen. Aight, chill. Oké, we zijn dus nu in de main screen van OSM gekomen. We zien natuurlijk een bonus. Oeh, die wil ik wel even claimen. Dank u wel. Aight, oké, chill. We gaan denk ik eerst maar gewoon even de basic dingetjes veranderen. Misschien kunnen we ons poppetje wel even veranderen. Dat zou wel leuk zijn. In bezit. Oké, ik heb wel natuurlijk van OSM zelf allemaal van die leuke coins gekregen. Dus ik kan nu wel lekker even een mooi shirtje aandoen. Kunnen we iets van een Feyenoord shirt vinden? Feyenoord shirt hier, zwart-rooie. Vind ik wel een beetje saai eruit zien. Is misschien nog een gekke jasje. Ja, zijn smoking is best wel vet. Laten we zo'n smoking kopen. Let's go. Oké, kijk, zien we toch wat zakelijker eruit. We zijn toch een manager, hè. Dus we even zien. Mooie sokjes. Kunnen we dan felgele? Ziet dat er... Oké, dat ziet er fucking droog uit. Oké, doen we die ook. En een broekje erbij. Even zien, kan je een leuk broekje kiezen? Oeh, deze zijn op zich wel dope. Zullen we zo'n kerstbroek kopen? Oké, dit ziet er wel grappig uit. Alright, nou ons poppetje is in ieder geval wel in stijl. Als een manager natuurlijk, ik zie het al voor. Mijn manager in het echt met een kerstbroek aan. Oké, het kan allemaal. Alright, onze match net ging niet helemaal goed. Dus ik denk, ik heb ook namelijk nog niet mijn opstelling en de settings helemaal aangepast. Ik moest blijkbaar gewoon gelijk een wedstrijd doen. Dus laten we maar eerst naar onze opstelling kijken. Want daar moet je natuurlijk wel, dat is wel heel belangrijk in je voetbalteam. Ben je klaar voor crew? Sluit je aan bij een groep andere managers. Speel samen met Dudel... Nee, ik hoef nog niet samen te doen. Ik wil eerst gewoon zelf een goed team hebben. Alright, hier kan je dus je opstelling veranderen. Dus dat gaan we gelijk maar doen. Ik denk dat ik hier op moet klikken. Ja. Oké, ik ben altijd wel fan van 4-4-2. Zo speel ik altijd op FIFA namelijk. En dan kan je toch even... Ik denk dat de A staat voor aanvallend of zo. Ik heb geen idee. Zo erg in de voetbalwereld ben ik ook weer niet. Dus ik denk dat we die moeten nemen. Alright, we missen trouwens een spits. Van Persie zit hij er niet in. Oh ja, wat zit er wel in. Lol, ik zag hem niet eens. Oké, moeten we even nog een spits erbij gooien. Even zien, Berghuis is wel goed, denk ik toch? Oh, Jurgensen. Waar staat Jurgensen dan? Natuurlijk doen we Jurgensen erin. Jurgensen en Van Persie in de spits. Klaas staat daar. Prima. Alright, oké. Nou, ik vind het op zich wel prima staan nu, denk ik. Oké, chill. Oefening, baardkunst. Even weer gelijk. Ik krijg wel steeds van die coins, man. Dat gaat snel. Kijk dan. Hoppakeetje. Ik krijg heel veel van die dingen. Holy shit. Waarom krijg ik zoveel van die dingen? Oké, Chinese muur blijkbaar. Ik heb geen idee. Ik denk dat door de wedstrijd van net dat we heel veel van die coins krijgen. Zo zie je me weer. Ik krijg best wel snel van die muntjes. Dus dat is wel relaxed. Ja, ik denk dat we nu een hele goede, opstelling hebben. Spelers erin hebben. Dus ik denk dat het nu wel goed staat. Natuurlijk kan je ook hier, denk ik. Ja, oké, hier heb je dus ook allemaal opties staan. Je ziet een transfer list staan. Oké, wat is dit? Kunnen we dan spelers kopen en verkopen, denk ik? We gaan gewoon, weet je wat we gewoon gaan doen? We hebben genoeg centen, dus laten we even op zoek gaan naar een speler. Ik weet niet of ik dan een Feyenoord speler per se moet kopen of gewoon een hele goede speler. Dus lijkt me op zich wel geinig. Even zien. We gaan gewoon even gluren wat hier voor dingen allemaal zijn. Ik heb trouwens de hele tijd mijn microfoon achter mijn telefoon. Dus dat is niet zo handig. Alright, even kijken. Wat voor speler kunnen we best wel kopen? Op drone is op zich wel redelijk. Qua statistiek is die best wel goed. En is een Nederlander natuurlijk. Oké, zullen we hem gewoon kopen? Het is een Nederlander, de drone. Ik ken hem persoonlijk niet. Ik ben niet heel erg in de voetbalscene, zei ik dus. Maar ik doe mijn best. Hij ziet gewoon goed uit. Qua statistieken ziet hij er gewoon goed uit. Alright, let's go. We kopen hem. Oké, we hebben dus één nieuwe speler gekocht. En je kan dus ook spelers verkopen, denk ik. Dit is mijn team. Oké. Alright, Berghuis. Sowieso de aanvallers. Ja, vind ik allemaal wel prima. Misschien Vente eruit. Op zich, Vente kan ik er wel... Kan ik die dan verkopen? Zet op transferlijst. Verkoop direct. Oké, nice. Ja, ik heb natuurlijk best wel veel van die coins. Dus 2,3 miljoen verdiend. Sorry Vente, maar de groetjes, zou ik maar zeggen. FC Klaas houden we erin. Ayoub is wel goed. Van der Heijden, ja prima. Ja, ik weet niet. Gertruida. Sorry bro, maar je bent op zich de laagste van mijn team. Dus verkoop direct ook. 1,1 miljoen weer erbij. Kijk, zo verdien je wel centen, ouwe. Dat zeg ik je wel. Alright, we hebben dus 2 spelers verkocht. En ik heb dus een nieuwe speler erbij. De Roon, volgens mij. Waar staat hij dan? De Roon. Als het goed is, had ik hem direct... De Roon, kijk eens aan. Even zien. Het is een middenvelder, dus die kunnen op zich wel in... Oh shit, ik wil hem niet verkopen. Ik wil hem ergens in mijn team zetten. Oké, we hebben dus nu een nieuwe speler erbij en 2 verkocht. Dus zo krijg je natuurlijk... Zo verdien je weer geld en zo kan je ook weer geld uitgeven, of course. Nou, ik denk dat ik de Roon erin ga zetten voor onze enige echte burger. Dus even zien, de Roon, alstublieft. Zo, onze nieuwe speler erin. Hij is topfit, zoals je ziet, qua zijn balkjes. Dus dat is super relaxed. Natuurlijk, een fitte speler is altijd chill in je team. Alright, we hebben dus nu een goede team
samengesteld, goede opstelling, goede keeper. Alles staat er eigenlijk wel goed. We moeten wel even weer wat centjes verdienen. Dus ik denk dat we gewoon even een oefenwedstrijd gaan doen. Gewoon even kijken hoe en wat. En even zien, wat is een leuke club? Feyenoord, welke wedstrijd is altijd wel leuk? Feyenoord, Vitesse, I guess. Ik ga PSV... Durf ik er soort van niet aan als we ook hebben verloren van Willem 2. Of zullen we gewoon weer... Weet je, ik wil gewoon revanche tegen Willem 2. Ik wil zien of we nu wel er klaar voor staan. Oké? Okay? Even spelers claimen, let's go. Oké, okay, dan worden ze weer even heel. Kijk eens aan. We hebben 1-0 gewonnen, jongens. Zie je, de verbetering is er. het is natuurlijk een oefenwedstrijdje, dus je ziet het wel anders. Dus hier zie je de samenvatting, zeg maar. We hebben wel een gele kaart gekregen. Malaysia heeft een gele kaart gekregen. Nou, dat is minder fijn. Alcacer, onze nieuwe speler, onze spits, heeft een goal gescoord. Echt best wel snel, man. Holy shit. Ik denk dat dit de minuten zijn. Op de 33e minuut heeft hij gewoon gescoord. Ai, chill, man. Natuurlijk twee wissels. Toornstra eruit en Van Persie eruit, natuurlijk. Goals. Nou, wij hebben er 1 en Willem 2-0 natuurlijk. Dus, balbezit, is dat dan, even zien, hoe moet ik dat zien? Is het dan van onze club? Denk het wel, 62% denk ik. Alright. Ja, we hebben gewoon 1-0 gewonnen. Dat is super relaxed natuurlijk van Willem 2. He, zoals je ziet, verbeter je dus echt je team. Je gooit nieuwe spelers erin, je wordt echt beter. De opstelling natuurlijk verandert, een goede keeper op goal. En zo zie je maar weer dat het echt werkt. Natuurlijk, de echte wedstrijden duurt er wel echt lang. Zoals je ziet, ik moet 6 uur wachten. Wil ik een wedstrijd kunnen doen tegen een Preda. Of NAC Preda, sorry, ik moet wel goed zeggen. Dat is op zich wel lang en dat kunnen we helaas nu niet meer doen in deze video. We hebben natuurlijk wel een echte wedstrijd in het begin gedaan. Helaas mocht dat niet baten en hebben we nu ons team verbeterd. En ik denk dat we er nu weer goed tegenaan kunnen gaan. Dus jongens, verveel je altijd een beetje in de auto of waar dan ook. Of dat je op reis bent of gewoon thuis natuurlijk. Download dit spel OSM natuurlijk. En je kan gewoon echt veel lol maken. Je kan je eigen team helemaal zo goed maken zoals je wil. En het is echt super leuk natuurlijk. Mijn favoriete club Feyenoord. Hebben we gewoon lekker kunnen managen natuurlijk vandaag. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Er staat de downloadlink bovenaan in de beschrijving van deze app natuurlijk. Check het zeker uit. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen op deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.